Ik ben Raymond. Ik ben hier namens de Veteranencommissie Hengelo. En mij is gevraagd om bij jullie een interview af te geven. Zaterdag is de 11e Veteranendag. Kun je iets vertellen over het thema en over het programma van die dag? Jazeker. Het thema voor dit jaar, dat was eigenlijk best wel een lastig item. We hebben het dit jaar hebben wij gekozen om het dichter bij huis neer te zetten. Eigenlijk, wat is er tijdens de oorlog gebeurd in Hengelo? Het schijnt dat hier heel veel is gebeurd in de omgeving. En wij zijn eigenlijk via Old Hengel zijn wij bij een gastspreker uitgekomen die daar eigenlijk over gaat vertellen. Oké, goed. En waarom is een Veteranendag belangrijk? Vanuit de Veteranencommissie Hengelo, de gemeente vindt gewoon de waardering belangrijk om die aan de veteranen te geven. En daar is eigenlijk deze dag voor. Ja. En wat is volgens jou het belangrijkste doel van deze dag? Het belangrijkste doel voor deze dag is om het gezellig samen zijn van de veteranen te creëren. En om nu ook gewoon de jongeren aan de ouderen te koppelen en ervaringen eventueel uit kunnen delen. Ja. Nederland telt ruim 50.000 veteranen. Hoeveel veteranen telt Hengelo ongeveer? Hengelo zal ongeveer 500 veteranen tellen. Okay. En de landelijke Veteranendag is in juni. Waarom is de lokale Veteranendag niet gelijktijdig? Om de mensen ook de kans te geven om naar de nationale Veteranendag te gaan. En ja, de meesten die hebben natuurlijk hun missies gedraaid in het buitenland. En ja, iedereen komt uit een andere stad, andere plaats. Ja, op die dag ziet men elkaar natuurlijk ook weer sinds lange tijd. En daarom is het een andere dag. Goed. Hoeveel mensen verwacht je zaterdag en hoeveel veteranen hebben zich ongeveer aangemeld? We zullen ongeveer rond de 200 of iets meer mensen verwachten. En dat is natuurlijk ook partners en kinderen. Is er voldoende aandacht en waardering voor de veteranen in Hengelo? Daar zijn we nu als Veteranencommissie zijn we daar heel erg mee bezig. We zijn ook een beetje aan het zoeken van hoe kunnen wij nu de ouderen en de jongeren meer bij de Veteranendag betrekken. We zijn ook sinds vorig jaar zijn wij begonnen om mensen die in verschillende situaties zitten qua kinderen, qua werk of dat soort zaken, om de mogelijkheid te bieden dat ze kinderen mee kunnen nemen. En ook de kinderen hebben hier eigenlijk ook gewoon recht op, maar ook de partners.